Mensen met een arbeidsbeperking zijn super blij als u ze een kans geeft. U bent dan een echte maatschappelijk verantwoorde ondernemer. Kijk maar eens. En op een gegeven moment zie je ook dat die groep schilders enorm aan het vergrijzen is. Dus er komen weinig jongeren bij. En toen heeft het UWV aan mij gevraagd, God, wil je eens met ons nadenken over wat we daarmee kunnen? En toen kwamen zij op een gegeven moment met het voorstel van nou, of wij het zien zitten om jongeren met een Wajong-uitkering, om die op te leiden tot in ieder geval niveau assistent schilder. Ja. Je ziet ook dat de woningmarkt in die zin verandert, dat we niet allemaal meer meesterschilder hoeven te zijn. Dus wij dachten, nou, dat zou een goede insteek kunnen zijn om jongeren te enthousiasmeren voor het vak. Ja. Het zijn jongeren die allemaal autisme hebben. En nou, daarvoor is dit werk juist uitermate geschikt. Het is heel repeterend. Mm-hmm. Het heeft altijd dezelfde logische volgorde. Mm-hmm. Dus ja, daar kan eigenlijk, als je maar blijft volgen wat er gedaan moet worden, dan kan er eigenlijk niets misgaan. Nee. Je geeft ze een plek in de maatschappij. Ja. En dat is heel belangrijk. Het is dat je ertoe doet. Mm-hmm. Dat je ergens verwacht wordt 's morgens en dat je daar je werk doet en dat je 's avonds weer naar huis gaat. Mm-hmm. Het geeft ons heel veel energie. Ja. Wilt u meer weten over mogelijkheden en overheidssubsidies? U kunt nu terecht bij 1 Loket. Kijk op epescoort.nl.